Zo lekker. Hallo sexy beast, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. En? Jawel, die kunnen wel van start gaan, maar niet voordat ik jullie heb gevraagd om deze vlog te liken. En om je te abonneren op dit kanaaltje van mij. Jazeker wel. En als je dat dan allemaal gedaan hebt, nou, dan zou ik zeggen, pak lekker door en druk die notificatiebel in of dat je leven ervan afhangt. Want dan krijg jij een berichtje zodra ik een nieuwe sexy beast heb geüpload. Nou, en wie wil dat nou niet? Nou, de cashière bij de plaatselijke buurtsuper misschien niet. Maar dan kan mij het schrijven. Er zit hier helemaal geen buurtsuper in de buurt. Nee, haha. En dat gezegd hebbende, kunnen we beginnen. We kunnen beginnen. Jazeker wel. Nou, en nu dat deze... Ja, Liesje, ik weet het. Nu dat deze vlog dan officieel geopend is, wilde ik jullie toch iets meegeven, iets inspirerends. En ik dacht aan een quote. Een quote van een tante van mij, tante Wiesje. Ja, want wat zei tante Wiesje altijd als hij een mooi, leuke, knappe man tegenkwam? Dan zei tante Wiesje, als hij erom vroeg, dan moest maar beuren. Kom hier, los. Schiet op. Echt weet ik hier. Nou, dat is lief tegen Peppie Huizen. Ja, ik doe de hele dag lief. Nou, daar lijkt het anders niet op. Gaan we pakken. Hé, Liedje? Oh, dat is helemaal niet Liedje. Dit is Peppie Huizen. Ja, dat heb ik ook de hele dag. Ik zeg tegen dat beest vogel, tegen dat vogeltje een hondje. Ben je misschien ook een hondje? Nee? Nee, ze is helemaal geen hondje. Nee hoor. Ja, daar zijn jullie weer precies op tijd voor het douchepraatje. Wat gaan we doen vandaag? Nou, dat zal ik jullie eens aan gaan uitleggen. Eigenlijk niet zo heel veel boeiend. Nee, zeker niet. We hebben een soort rustdag ingelast. Dennis zit een hele lekkere serie te kijken. En we hebben lekker de was gedaan. En allemaal dat soort huishoudelijke mededelingetjes. Nou, dat zijn geen mededelingetjes, dat zijn gewoon geitjes. En dus we zijn niet echt heel erg productief vandaag. Maar misschien dat we toch nog ergens een kopje thee gaan drinken met een stukje taart. Of wie weet, wat voor onzin. Maar goed, dat kan wat gebeuren natuurlijk. Nadat mijn verleden schoon is gemaakt. Want ik kan natuurlijk niet als tientje in een van de lunchroom gaan zitten. Nee, het laat me verder met rust. Ja, nee hoor, zeker niet. Maar ik ga me wel verder schoonmaken. Want dat moet hoog nooit gebeuren. Jawel. Ja, en vandaag hebben we dit ensemble aangetrokken. Deze blouse, die heb ik eigenlijk al heel lang niet meer aangehad. Maar ik zag hem ineens hangen en ik dacht, nou, meis, doe eens gek. Trek hem aan. Nou, dat heb ik dus maar gedaan. Hè? Dus het is een beetje een bleu ensemble. Hè, met je blauwe roze krans erbij. Hartstikke leuk. Nou. En dan die donkerblauwe spijkerbroek. En die donkerblauwe gimpies met allemaal met gekleurde sokjes. Ja, zeker wel. Hartstikke vrolijk. Nou, dit hebben we aan vandaag. Dennis is nog steeds beneden. Mokkeremafia aan het kijken. En nou, we moeten maar zien of we nog wat gaan doen vandaag. Ik hoop het wel. Want ja, een dag niet gelachen is een dag niet geleefd, zegt men wel eens. En dat is toch maar eenmaal zo. Nou goed, genoeg ouwe hoer. Dit heb ik aan. Ik ben er zeer tevreden mee, zeer content mee. En ik hoop jullie ook. Jawel. Wat ben je aan het eten, Beb? Ga je mee? Ga je mee, Beppert? Beppie? Hallo? Contact. En gaat lekker bij liggen. Ja, zo gaat u goed, Beb. Gewoon lekker doorlopen. Heb ik iets te vroeg gejuicht? Nee. Gewoon lekker doorlopen. Niks mis mee. Goed zo, Beb. Goed zo, Beb. Oh.
Heb je vogeltjes? Kom maar. Wil je lekker spelen, Beb? Ja. Ja. Is je riemen? Ja. Doe maar bijten. Ga je mee? Ga je mee? Dan zie je weer wat. Kom bij. Kom maar, 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 kom maar. Oh, ik ga er lekker bij liggen. Goed zo, ga maar, kom maar deze kant op, Beb. Kom maar. Goed zo. Zo gaat hij goed, Beb. Lekker wandelen. Hè? Lekker wandelen. Een beetje ruiken. Ga mee. Kom maar. Goed zo, Beb. Zo gaat hij goed. Wie is dat dan? Hè? Wie is dat? Is dat papillage? Hallo, Beppers. Ja, dat is papillage. En Lietje? Gaan we snel kijken. Waar gaan we heen in? Even naar de Dorpsstraat. Wat gaan we daar doen? Als het open is, eventjes een kopje thee en een taartje eten. Dat is hekker. Gezellig. Nee. Leuk, hè? Die is leuk, die rol. Hallo. Nou, wat een gezelligheid. Leuk toch? Zeker. Heb je lekker appetijt? Ja, heerlijk. Dan zit je lekker naar de vogeltjes te kijken. Ja. Het is echte appeltaart. Vieze wat? In plaats van Centerparks nog wat meer cake en suiker dan echte appel. En ik heb een lekker stukje cheesecake en de bakkerswinkel heeft echt de lekkerste cheesecake van de hele wereld. Ja, is zo lekker. Mm. Echt dat een engeltje klaar komt op je tong. Mooi, ja. Ja, het is heel leuk, er zitten mooie foto's bij, hoor. Ja, een paar hele kleurrijke. Ja, deze is heel leuk, blauw met geel. Die twee, die zijn heel leuk. Jo, duifje zit er ook goed uit. En dit is de man. Gezellig. Ik ben thuis, Dennis is even doorgereden naar zijn werk. Niet om te werken, maar dan kan hij de auto vol tanken gratis. Dus vandaar dat ik weet. Maar ik had geen zin om mee te gaan, dus ik ben nog eens naar huis. Kijken hoe Beppi eraan toe is. Hallo? Hallo? Dag Beppiage. Dag Beppiage. Hallo, lieverd. Kom maar. Klein, klein putertje. Lekker slapen. Goed. En weer wakker. Peppi, Peppi. Zullen we eens kijken wat papa aan het uitvoeren is? Hm? Ja? Peppi. Kom, Peppi, juist. Hm? Ga even boven kijken. Kijk wat papa aan het doen is.
Ja. Zit je allemaal uit te zoeken? Ah, dan kwam al een oude post van mijn vader tegen, want natuurlijk nu 5 jaar dood, dus dat kan weg. Oh, leuk. Nee, het is niet leuk, maar ik kan het maar weten. En wat was jij dan aan het doen? Wat was jij dan aan het doen? Aan het slapen, hè? Ja, was aan het slapen, kom maar. Was aan het slapen. En toen? Ga je nou wandelen. Ga je nog wandelen met Bas? Ja, zometeen. Wat zijn jullie aan het doen? Hij zit eigenlijk nu gewoon over mijn hand en dan sabbelt hij niet op. He. En wat doet Lietje? Lietje zit te kijken. Ja. Wat een beestenbenden. In huis een zoete munk. Niet een stukje wandelen als pas als de Dennis te eten maakt. Ja, ik heb nou geen zin om te gaan wandelen als hij zo duf is. Nee. Nee. Hé, ik slaap ook nog. Ja, nu dat ze beestenboer lekker in de keuken staat. Terwijl dan Bombatje heerlijk aan het koken is. Nee, denk ik dat de tijd is aangebroken om deze vlog een beetje leuk en schappelijk af te sluiten. En hoe doen wij dat? Dikke doei! Nou, zeker wel. Met de hele wijze woorden. Dikke doei, dus hou je vast, want hier komen ze. Dikke doei! Dikke doei! Zeg sexy beast, dat was hem dan alweer. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.